mensen en welkom bij de eerste video van Farming Simulator en ook de eerste video op dit kanaal. We gaan vandaag naar veld 9. Die staat normaal klaar om te oogsten en daar staat maïs op. Dus we gaan daar eens snel naartoe. Het is een smal veld en hij is best wel lang. Dus we gaan er eens snel naartoe rijden. We zijn onderweg naar veld 9. We zien ook hier het mooie landschap van Farming Simulator 2017. We zien veel bomen. Het zijn ook grote bomen, je kunt er wel wat geld voor zien. Maar we zijn ondertussen al aangekomen bij veld 9. Dus we gaan beginnen. We gaan eens kijken hoeveel monies dat we kunnen verdienen. Dus we gaan kijken. We kunnen 1584 euro verdienen. Dat is middelmatig. Dus we gaan eens beginnen. Nog altijd hetzelfde. Jammer. We hebben wel andere auto's en het is ook dezelfde tijd gebleven. We gaan eens beginnen, denk ik. Die kleine dingetjes opslaan. Normaal moet je dan een bot nemen. Maar we gaan even dit op een andere manier doen. Want we gaan even schuin. Dat mag eigenlijk niet uit dat we schuin gaan. Maar
als je normaal een bocht neemt, dat is eigenlijk een beetje dit, dan moet je meteen weer naar links gaan, dat er zo'n klein stukje afgaat. Want in een missie moet je niet alles afleiden wat Farming Simulator heeft. Dus dat is best wel nice. En we zijn al over de plat van ons chipboxje. Hadden jullie al door? Ik nog niet. Maar, en ondertussen zijn we wel al 4 minuten lang bezig. Dus best wel al lang voor gewoon 1 strook. Maar ondertussen is het wel al bijna de helft van het cirkeltje. Nu zien we ook veld 5 dat al afgereden is en veld 13 dat al afgereden is. En we kunnen nu ook een beetje genieten, want we zijn niet alleen maar aan het maaien. We kunnen ook nu een beetje genieten van het landschap. Het landschap is best wel mooi. En we kunnen er lekker in wandelen. Dus ja, we zijn best wel goed bezig, want we zitten nu al mee, denk ik, onder de helft. Of we zitten, ja, we zitten net op de helft. Je kunt naar het cirkeltje kijken rechtboven. Dan kun je zien dat de tijd dat we nog over hebben voor dat cirkeltje vol te krijgen. Als het cirkeltje vol is, dan krijgen we eigenlijk het geld wat we daar net zagen in dat zwart gewonnen. Dus ja, we zijn best wel goed bezig. We zijn bijna aan het einde van strook 2. Dat is best wel goed, want we zijn ondertussen al over de helft geraakt. Dat is echt wel goed, want normaal, ja, zoals veld 5, ja, die naast zien dat het grootste veld, daar ben je meestal een uurke, half uur aan bezig, 3 kwartier eigenlijk, zo goed te zeggen. Maar ja, dat veld, dat is heel groot. En dat is ook even lang als level 9. Maar dat is ook 20 keer beter dan veld 9. Maar ja. En ook rechts. Zo groot is eigenlijk veld 5. Je ziet het niet op de grote map. En we zijn best wel al goed bezig. Zoals jullie zien, zitten we bijna op het 3/4 van een cirkeltje. En we zijn al zo'n 10 minuten, 5 minuten bezig. Ja, we zijn best wel al goed bezig hoor. Want normaal heb je zo'n level. Ja, dat zijn we wel. Ja, 9 à 8 minuten. 10 minuten. Ja. Maar ja, dus dan gaan we even niet naar de. Naar het water, want jullie zien daar ook rechts het water. Dat is een rioolbus. Dat is gewoon water dat van de rio komt. Nee, dat is best wel goed water. Maar ja, dan gaan we even niet meer kijken, want we moeten focussen op de farm. Simulator 2017, want we zijn in Belkant afreden. Ondertussen zien jullie dat we al over de 3/4 zijn van een cirkeltje en we hebben nog een kwartier over. Dus we zijn al, zo op een, ja, hoe moet ik dat zeggen, een 6-8% van een cirkeltje. Nee, 7-8%. Dus, best wel oké. Ik denk als we die strook waar we nu naar plat hebben, als we die aan hebben, dan hebben we denk ik wel de missie gecompleet. Of anders moeten we dit klein strookje wel nog meenemen. Maar ja, ik denk het van niet hoor, want we hebben nog maar een klein deeltje te doen. En jullie hebben gezien hoeveel dat we daarnaartoe daarnet op de strook kregen. Dat is wel een, dit is wel een strookgedeelte 2, maar ja, het is best nog altijd lang. Dus we kunnen er best wel nog een grote cirkel van krijgen. Maar ik ga jullie ook wat tips geven. Als jullie deze video leuk vinden,
mensen. Doe dan al een like omhoog. Want en nog niet zeggen zo, oh ja, we zijn nog, het is nog maar de eerste video. Dus je mag niet zeggen zo, ja, oh, jullie zijn een beetje slecht. Het is de eerste video. Er komt nog andere games denk ik wel online. Maar dat zal voor later zijn. Farming Simulator 17 is al zo de eerste video. Maar denk als we het wel gedaan hebben, dat we dan, dan afsluiten met de video. Want ja, het is de eerste video en dat was eigenlijk om een beetje kennis te maken met ons. Allee, eigenlijk niet echt. Maar ja, het is de eerste video. Dus nu heb ik nog niet zo een heel goede onze. Dus ja. Misschien komt er nog een tweede kanaal. De naam City Bar Junior. Want dit is eigenlijk mijn papa's kanaal. Dat heet City Barry en ik ga dan veel op City Barry Junior. En het cirkeltje is vol. Hup. Ja. Oh, we hebben een bonus gekregen van 4.443 euro. Dat maakt samen zo'n 14.000. Eigenlijk bijna 15.000, want het is... Nee, het is 15.000 zelf. We gaan eens kijken. En het is 16.404 geworden. Wat we binnen hebben gekregen. En we zitten dan nu op 1.416.404 euro. En daarbij gaan we ook de video afsluiten. Bedankt om te kijken. Als jullie het leuk vonden, doe alvast dan een like omhoog. Een duimpje omhoog. Als jullie meer van dit willen zien, abonneer dan ook even, want dan zijn jullie van op de hoogte van elke nieuwe video. En dan zeggen we bye bye.